Ja, weer een hele goede middag, lieve vrienden. Het is 12 uur 48 en het is 8 augustus. En ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weestemol. Ja, het is vandaag aardig beter weer, ondanks dat het triest is. Maakt niet uit, af en toe komt het zonnetje even om een hoekje te schuilen. Maar wat was ik vannacht boos op moeder de natuur. Ja, ik zit nog heerlijk met die deur open. Gaat het zomaar ineens heel hard stormen? En met die storm, die hier naartoe gericht was, waaide er heel veel zand erin. Ik met die rubberen bezem aan het vegen geweest. Het oppervlakkig, de leuningen van de stoelen en de bank en het tafeltje en de kasten wat schoongemaakt. Maar ik kon het doekje wel 5-6 keer uitspoelen. Niet leuk dus. De vloer had ik dus geveegd, wat ik al zei. Maar ik kom beneden. Kijk, wat hoor ik toch een kraak? Wat legt er nou toch weer op mijn vloer? En dan kijk ik beter. Legt nog steeds zand. Kijk. Nou, ik heb het even met de rubberen bezem gedaan, dat beetje, vanaf de deur hier naartoe. Maar ik pak zo meteen de stofzuiger wel, want het is een dikke, vieze bende. Maar ik ga eerst even mijn eten opeten en een bakje koffie doen. En ik moet vanmiddag nog weg. Ik moet naar Brune toe. Want ja. Ik heb wat binnengekregen, moet naar Brune toe. Dat is een hier tevens op het postkantoor. Daar ligt een pakketje voor me klaar. En ik weet al wat het is. Ja, het is mijn jurk die ik aan zal hebben op de bruiloft van mijn dochter Karin van der Werf en mijn schoonzoon Roderick Staalman. En ik mag hopen dat mijn andere kinderen ook daar aanwezig zullen zijn. Ja, al mijn kinderen. Want ik heb meerdere dan één. Ja, onder andere ook Harret van Beek met mijn schoonzoon Henry van Beek. Dan heb ik nog een dochter. Die heet, hoe heet ze elkaar? Annie van der Werf is de meisjesnaam. Goh, hoe heet haar man? Bert Dijkstra. Ja, Dijkstra. Juist. Zij heeft twee kinderen. En dan heb ik nog een dochter. Nou ja, ik hoop dat die allemaal aanwezig kunnen en mogen zijn, ja. Dan hebben we het hele plaatje weer compleet. Snap je? Ik wel, ik snap het zelf, ja. Nee, maar dan moet ik dus daar naartoe. En ik moet weer naar die leuke gracht toe. Want ik moet die omruilen. Ja, deze die is nog weer te groot, maar wel 2 maten kleiner. Dus dat gaan we vanmiddag doen. Dus ik neem de handcamera weer mee. Ja, komt goed zou ik zeggen. Ik zeg geniet van jullie dag met wat jullie doen gaan. En heb veel plezier met elkaar. Ze zeggen tot later. Hey Mitchell, was jij er ook jongen? Ik ben er ook. Mooi, en wat ben je aan het doen? Ik ben een Pokémon aan het uitzoeken. Pokémon aan het uitzoeken. En, om te ruilen nog wel? Ja. Oké. En wat houdt Pokémon ook alweer in? Pokémon, leg je dat uit? Gewoon bij het begin beginnen? Gewoon allemaal rare beestjes zijn, die kun je vangen. Oké. En is dat leuk? Ja, dat is leuk. Anders zou ik het niet doen, hè. Oké. Mooi zo. Nou ja, en dat gaan we straks dan ook eventjes doen, hè. Maar dan moet wel mijn telefoon op 100% staan. Dat staat op 92. En we moeten nog eventjes naar de dierenspeciaalzaak Blokker. Voor Frodo. Voor het hondje. Ja, want ik vind deze te klein nu, ja. Ik vind hem nogal strak om zijn snuitje heen zitten en dat vind ik weer zielig. Dus ik denk wel weer een maatje groter. Maar ja, we zullen het beleven. En mijn hondje die moet het toch wel goed hebben ook. Ja, moet niet pesten wezen.
En dan heb ik er al een hekel aan, maar hij moet er ook aan wennen. Het wordt donkerder buiten. Maar we zouden geen regen krijgen, want dat is niet voorspeld voor vanmiddag. Goed. Zouden we ook weer opklaringen krijgen vandaag? Ja, tegen de avond weer opklaringen. Hey, hallo? Hoi? Hey, dag meisje. Zo. Dag mijn meisje. Hé? Ja. Dag mijn meisje. Zat je zomaar voor de raam? Hé? Oeh, en dat mag niet. Oeh, bliksem. Oeh, bliksem, mag dat niet, man? Hé? Mag dat niet, kerel? Zat ze aan jouw eten? Wat voor dikkie. Maar oké, lieve vrienden, we gaan de koffie zo opdrinken en dan gaan we zo meteen die kant op. Dat ik zou zeggen, tot later. Ja, en toen hadden we eentje binnen zitten en eentje buiten zitten. Terwijl ze weten dat de tuindeur open is. Maar ja, dat geeft gelijk te zeggen dat ik dus weer thuis ben. En ja, ik zal het raam nog even open doen. Kijken of de een de ander naar binnen laat. En dat zal niet. Ja, toch wel? Oh, het mag. Wordt toegelaten. Zo. Gelijk het raam weer zo dicht dat dat dametje er niet uitkomt. En dan komt meneertje Jodokus er al aan. Ja, en Mitchell is gewoon doorgegaan naar zijn eigen huis. En ik ben bezig met een bakje koffie. Lekker. Zo. En dan ga ik even naar mijn computer. Ermee. En dan is het nog eventjes de videopad weer aan het werk zetten. Met het volgende gedeelte van gisteren. Het vervolg. Tenminste, het vervolg, ja. De ontour met Chrissy. Ja, overdag heb ik apart gedaan. En de ontour, dat doe ik, ga ik nou even in de videopad doen. En dan eventjes die laten werken. Terwijl die werk en ik weer mijn eten klaarmaken. En ik verwacht nog telefoon van Karin. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En degenen die nog eten moeten ook smakelijk eten. Een hele fijne avond gewenst. En ik spreek jullie later wel weer. Doei doei. Nou, zij zit lekker te eten. En daar staat meneertje lekker te eten. Die is lekker man. Ja, hé. En hier zit mijn andere meisje te eten. Ja, en dan heb ik er nog eentje achter de deur. Want ik moet ze altijd een beetje gescheiden houden, die poezebeestjes. Dan hoop ik dat ik hier ook even kan filmen. Kijk. Daar zit die te eten. Dus dat gaat allemaal van het leien dakje zo, op die manier. En als die klaar zijn, dan ben ik aan de beurt. Ja. En wat heb ik? Wat heb ik te eten? Nou ja, sowieso speklappies heb ik klaarstaan. Die ga ik zo meteen even bakken. Zo moet dat. Dus lekker. Nou, dat zal ik even in de koelkast neerzetten. Dan blijft het tenminste goed. Dan is het zomaar verkeerd en dat hoeft maar niet met dit weer. Nee, dat moet maar niet. Ik weet ook nog niet wat ik bij mijn speklapjes zal gaan eten. Nee, ik weet het echt niet. Hé, hey, mijn meisje is er weg. Wat krijgen we nou? Mijn prinses is weg. Nou, dat weet ik niet wat die dan uithangt. Nou, dan moet ik dus dat schoteltje maar even omhoog halen.
Want ik zie er echt niet. Nou, dan rapte die maar even op. Dan krijg je straks wel. Zet ik die even op de salontafel. Het is toch tegen mijn gewoonte zin, maar... Ik moet dat toch even doen. Ik weet wel echt niet waar ze uithangt. Nou ja, ze komt wel weer terug. Want ze is nooit ver. Ze zal wel achter de moestuin zitten, denk ik. Oh, daar zit ze. Kijk. Mijn jeetje, kom dan. Kom dan. Kom maar. Kom maar, schat. Ga maar happy doen. Nee, ga maar happy doen. Is het voor jou? Is het voor het prinsesje toch? Ja, goed zo. Doe maar, wijfie. Als je geen honger hebt, doe ik een bakje eroverheen. Het gaat in de koelkast, hoor. Ja. Nou, ze wil niet. Ik denk dat ze een beetje huiverig is van de anderen. Nou, dan ruimen we het op. Dan heeft ze niet zoveel zin. Ik weet het niet, wat het met haar is. Mal bezig. Ja, ik ben mal bezig. Die eet het helemaal op. Die is schoon leeg, hoor. Ja, ja. Die is echt schoon leeg. Ja, die is echt helemaal schoon leeg. Nou, dan pak ik lekker een bakje. Zo. En dan... Hup. En dan dit bakje. Hup. Gewoon. Eroverheen. En daar gaat de telefoon, ook dat nog. Dat zal Karin wezen. Jojo. Jojo, jojo, jojo. Wat zeg ik? Het is Karin. Zei ik toch? Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, en zoals jullie het al weten, hebben die hun eten al op, hè? De poezenbeetjes in het rondje. En ik heb mijn eten ook al klaar. Staat op tafel met een wijntje erbij en een bak koffie erbij. En het is rijst geworden met doppetjes en worteltjes. Ik had nog een heel klein beetje saus over van Babi Pangang. En een speklapje erbij. Nou, wat wil je nou nog meer? Ik niks. Nee, ik heb hier dus meer dan genoeg aan. En dan heb ik nog rijst over. En ik heb nog wat groenten over. Nou, dat is allemaal heet. Daar zit nog een speklapje in. Dat heb ik morgen sowieso weer. Ja. Dat komt allemaal goed. Wijntje erbij. En een bak koffie. Lekker, 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 lekker. Dus we zullen smullen. Ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Ja, 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 het regent en de pannetjes worden nat. Ja, ja, en het houdt maar niet op. En die wil alweer naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. En dat moet je allemaal wel zelf weten. Want het regent dat het giet, zoals je zelf wel ziet. Ja, dat wil je niet, hè? Nou, toch maar vragen en lastig zijn, hè? Ja, dat is een ba, hè? Ja, je bent als een ba. Ja, niks aan, hè? Nee, dat weet ik. Baba is een vies, hè? Ja, die vindt er ook al niks aan. Nee. Maar oké, we gaan eens sluiten. Doei, doei, tot de volgende dag.